Dat iedereen plast en kakt in de zee, dat vind ik wel een beetje vies. Ja, dat is een beetje niet zo aangenaam. We staan hier vandaag aan het strand van Oostende. De zon is van de partij en wij ook. En ik vraag me eigenlijk af wat dat de mensen eigenlijk naar dit strand brengt. Dus we gaan eens vragen. Gewoon de lucht, het vrij zijn, het inademen, het mensen zien, het bewonderen. En dan veel volk aan zee, ik vind dat eigenlijk heel tof. Oh. We dachten we gaan een dagje Oostende doen en we gingen eigenlijk winkelen. Maar toen kwamen we bij de verkeerde parkeerplaats, dus nu rijden we hier. Wij wonen hier, dus vandaar dat wij hier ook zijn. Voor wat kom je dan wel naar het strand? Voor bijna niks. Het belangrijkste aan zee voor mijn moeder is eigenlijk een dikke ijskruim. Ja. Dus zij moet 2 of 3 bollen hebben minimum. Drie bollen zeker. Toch geen 2 bollen zeker. Dat begin ik niet aan. 3 bollen zeker. Oeh, ik ga bijna een hondje dood. En hebben jullie zoiets dat je denkt op strand, dat is een beetje vies? Ja, daar zit zat in het water. Jak. Ja, ik kijk wel uit naar kwallen. Ah. Ik wil absoluut niet in een kwal trappen. Ja. Ik ben wel door een kwal gebeten een keer, maar toen was jij er nog niet. En dat was op vakantie. En toen waren we wel echt ergens waar we niet naar huis konden. Ja. Dus toen zei iemand, dan moet je overheen plassen. Wat vind je het vieste in het water? Als ik klap op mijn voeten ga. En heeft u zo nooit een vakantieliefde gehad toen had u... Lang geleden nog? Oei, dat is lang geleden. Hè, dan. Nee, nooit. Weet je dat niet meer? Nee, ik weet dat niet meer. Vakantieliefde, ja, dan moet je dan toch wel met 3 cijfers schrijven. Nooit. En nu? Wij ook niet. Ongetwijfeld, maar ik herinner het mij niet onmiddellijk. Nee, dat is mijn eerste lief. Dus al 39 jaar. Ik ben aan de eerste blijven plakken.